In gemeente De Bilt zijn honderden monumenten te bewonderen. Zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. Soms is dat monument een persoon. Zoals pastor Gerard de Wit, die als sluitstuk van de carrière nog 20 jaar bezielende leiding gaf aan de Sint Maartensparochie in Maartensdijk. We praten met pastor Gerard de Wit. Wij zeggen het, een centrale figuur, hij zelf cijfert zichzelf wel eens weg. Maar we praten met hem omdat hij een levend monument is, erg levend en erg monument. En erg levend, onder andere omdat hij tientallen jaren, zonder dat te willen, het middelpunt van deze kerk geweest is en deze kerk mee heeft helpen laten bloeien en groeien. Heer pastor, wat is het Maartensdijks model? Ik vraag me af of er echt een Maartensdijks model is. Ik denk dat het voornaamste van Maartensdijk is dat het een gemeenschap is die alleen al omwille van het feit dat ze klein is, elkaar nodig heeft. En geleerd heeft om met elkaar een heleboel dingen te bedenken en aan te pakken. Dat betekent ook deze kerk, want deze kerk vierde nog geen 2 jaar geleden zijn 50-jarig bestaan. Deze kerk is op zich al een monument. Heer pastor, wat zijn nou dingen waar u van denkt, dit heeft grote betekenis gehad in het verleden? Dit zijn dingen die deze kerk, dit gebouw, hebben gemaakt tot wat het is. Om te beginnen, toen ik in Maartensdijk kwam, wist ik niet eens waar het lag. Okay. Dus op dat moment wist ik ook niks van monumenten of zo af. Ja. Maar toen ik hier voor het eerst bij deze kerk kwam, toen was het eerste wat mij trof de vormgeving. In de tijd heeft monsieur van Stralen deze kerk gebouwd en wilde het een idee geven van een schaapskooi, maar dan zo dat iedereen er welkom zou kunnen zijn. Die ervaring straalt dit huis ook uit. Er is nergens een pilaar, er is nergens een plek waar je je verschuilt. Nee, je hoort erbij. Op het moment dat je binnen bent, hoor je erbij. De vormgeving, de opbouw, de plaatsen van de stoelen en ga zo maar door. Dat was het eerste wat ik ontdekte hier en waarvan ik op slag verliefd was. Okay. Het altaar, de complete vormgeving. Hij heeft zelf ook bijgedragen hieraan, want de kruiswegstaties, dat is ook mede door uw bemoeienis, zijn die hier gekomen? Op een gegeven ogenblik hebben we gezegd, kunnen we daar niet een kruisweg krijgen? Het idee was om daar de firma of de familie Potters bij te betrekken. Die hebben een aantal schetsen gemaakt om zo'n kruisweg te ontwerpen. En binnen een paar maanden waren alle kruiswegstaties, de traditionele 14 plus nog 2 extra, gesponsord door Progianen. Dat is bijzonder. En dat is alvast een voorbeeld van de eigenheid en de bijzonderheid van deze gemeenschap. Ik kan het niet helemaal laten, daar staat op de hoek van deze kerk staat een Sint Maartenbeeld. Dat is ook afgebeeld in het online museum. Dat is geloof ik een geschenk van de provincie of in bruikleen. Ik weet niet of ik het goed zeg. Wat heeft Sint Maarten voor deze kerk voor betekenis, los van dat hij in Sint Maartensdijk staat? Ik denk dat deze kerk Sint Maarten is geworden, omdat we in Maartensdijk zijn. Maar Sint Maarten is ook iemand die weggeeft zonder dat hij op vergoeding hoopt. Ongetwijfeld, maar dat was hij al toen hij nog soldaat was. En alles wat hij daarna gedaan heeft, daar hebben we hier heel wat keer over gesproken, maar het blijft dat symbool van de soldaat die zijn mantel in tweeën snijdt. Maar we gaan even terug naar u. U heeft nogal wat geschreven. Ik heb hier een drietal dingen die u heeft geschreven en waarin u als persoon zo duidelijk naar voren komt. Prachtige titel, Meneer, we willen Jezus zien. Kinderen, het is toch ontroerend. Behoud het goede. In de kerk kwamen wij zo even langs een bord waarop stond onderzoek alle dingen, maar behoud het goede, dat is uw lijfspreuk.
en een weg door de tijd. Maar nu, u bent al in de 90, dat is toch een gedenkwaardige leeftijd, en u heeft nu recent weer de tekst van een nieuw boek heeft u voltooid, en dat komt eraan, en ik denk dat dat een heel belangrijk boek is voor Maartensdijk en Omstreken. Dat boek, dat is het zoveelste boek. Waar gaat het over? Het boek is eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, een soort afscheid. Mm-hmm. Als je 91 bent, dan moet je ook een beetje afscheid nemen, dus dat klopt. Ja. En terugkijkend was er geen behoefte om een soort priesterverhaal of priesterleven te maken, maar wel nagaan in welke periodes ben je nou betrokken geweest bij ontwikkelingen. Mm-hmm. En dan kun je kijken naar je eerste begin in het rijke Roomse leven. Je kunt vervolgens kijken naar de periode dat ik diep betrokken ben geweest bij het onderwijs. Zowel in het maken van lessen, in het geven van lessen en in de begeleiding van catecheten en iedereen tot in de besturen aan toe. En de laatste periode is eigenlijk Maartensdijk zelf. Als u terugkijkt op uw leven, hoe belangrijk is dan de tijd in Maartensdijk geweest? Ik heb altijd gezegd, ik ben in Maartensdijk thuisgekomen. Ja. En dat begrip thuiskomen, dat had ook te maken met het feit dat je in de periode daarvoor juist zoveel, zo'n 50.000 kilometer per jaar, onderweg was. Ja. Maar het begrip thuiskomen was hier veel warmer en veel meer betrokken op mensen en betrokken bij mensen. En ik denk dat dat ook eigenlijk het meest markante voor mij is geweest, dat ik hier mensen ontmoette die er naar snakten om zichzelf te kunnen zijn als katholieke gemeenschap. En daarbij ruimte wilde hebben en gelukkig durfde ik ze die ruimte te geven. Om daarmee eigenlijk een, ja, misschien moet je toch zeggen, een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Er was hier een zeer traditionele, en daar niks op aan te merken, maar een zeer traditionele manier van vieren en samen zijn. Maar parochianen kregen daarbij weinig ruimte. Dat was de pastoor die het bepaalde. En zo ging het altijd in het verleden ook. Maar hier is eigenlijk een ontwikkeling gekomen waarbij de leken bleken niet leek te zijn, maar zeer pastoraal bewogen te zijn. Maar je zou kunnen zeggen, de eigenwijze katholiek heeft hier de kans gekregen. En ik bedoel met eigenwijs die typisch Hollandse variant, waarin niet zozeer het gezag en de gehoorzaamheid, maar de beleving en het doen centraal staan. En is dat zo? Zeg ik dat goed? Nou, ik wil laten zien dat deze mensen ook hun eigen wijsheid hebben. Precies. En dat is heel wat anders dan dat ze eigenwijs zijn. Ik sta hier aan het begin van de kruiswegstatie, de intocht in Jeruzalem, prachtig beeld, met heer Anton Solleman. Ik ben een van de ongeveer 100 vrijwilligers in deze kerkgemeenschap. Ja. En de invloed van pastor De Wit is gigantisch geweest. Op de eerste plaats natuurlijk door zijn priester zijn, ja, de manier van voorgaan, de overwegingen die hij hield, maar verder ook in alle activiteiten die hij gedaan heeft, is hij priester. En hij heeft ervoor gezorgd dat mensen bij elkaar kwamen. Bijvoorbeeld de kosters die elkaar nooit zagen. Hij nodigde ze uit om lekker gezellig bij hem te komen eten. En zo ontstond het gesprek tussen de kosters. En dat gebeurde met allerlei werkgroepen. Werkgroepen die hij zelf opgericht heeft. Ze gezorgd dat er leken voorgangers kwamen. Maar dat mensen bij elkaar kwamen. Met andere woorden, waar het om gaat is niet de hiërarchie. Waar het om gaat is niet de functie, waar het om gaat is samen. En vanuit de basis. En dat betekent dat jullie met elkaar deze kerk in stand houden, ook de materiële dingen daarvan. Hier in de kerk zijn er een aantal dingen waar ik deel van uitmaak, zoals van de werkgroep woord- en communievieringen, waar ik ook bij tijden wel voor mag gaan. Er is een planningsgroep, dat heet de werkgroep liturgie, hebben we voortgezet zoals pastor De Wit het altijd deed. Ik ben bij de uitvaartgroep betrokken en bij nog een aantal andere dingen. Maar dat doen we allemaal samen. Je zou kunnen zeggen met een knipoog en een beetje ondeugend, als je al die mensen aan het werk hebt,
dan hebben ze geen, laten we zeggen, dan heeft het, ja, dan hoeven ze niet de verschillen te zoeken, maar dan moeten ze samenwerken in de overeenkomsten. Zet ze aan het werk, dat is het. Werk leidt tot samenwerken, niet tot verdeeldheid. Ja, wij zijn geweldig blij dat we in de lijn van Pastor De Wit hier verder kunnen en ik zie dat heel hoopvol tegemoet.